Hij gaat zich nu opplaatsen voor de finaal. Ik zie twee mannen bijrijden vooraan met de Schiphol en Keizer. Dat zijn de twee heren die hier de snelste zijn in deze halve finale bij de Voice. 10 jaar in hun eigen klasse nemen met hun benen een boerkrappertje. En dat is denk ik Jasper van Summer, want die is ook sterk hoor. Ja, Jasper van Summer gaat de hele dag wel lekker en zit nu veilig op de derde positie. En de vierde is in de hand van de 128 van Troy van Dijk. Dat zijn de vier die zich gaan plaatsen voor de eerste finale van Voice 10 jaar.